was een dame hier die buitengewoon onrustig was. Die was gewend om elke dag met de bus naar de werk te gaan. Toen heeft een medewerker bedacht om zo'n buspaaltje te krijgen. En ze hebben er een bankje naast geplaatst. En die dame die vindt daar haar rust, want dat is een plek voor haar die haar heel goed in haar geheugen zit. En ze vindt daar een goede plek voor zichzelf en dat helpt heel erg in de zorg. Als je kijkt naar ons soort organisatie, dan is er best wel de laatste jaren een legitimatiediscussie ontstaan over dit soort organisaties. Zelfs voor medewerkers die er werken, zijn buitengewoon kritisch geworden op de organisatie waarin ze werken. Klanten zijn kritisch geworden, publieke opinie. En dat kunnen wij wel van ons afwerpen, van we hebben het ook zo moeilijk, want de overheid en wat speelt er allemaal en het geld en dat soort zaken. Maar fundamenteel is de vraag terecht of wij leveren waar wij voor op aarde zijn. En dan blijkt de kwaliteit van verpleeghuizen toch in 30% van de gevallen onder de maat te zijn. En dat is te veel. En we moeten daartegenover ook excellente organisaties hebben die kunnen laten zien welke kant het op moet. En we willen niet in die achterhoede geraken, je moet voorop lopen. En je zal in deze ontwikkeling moeten investeren. Want ouderen zullen in de toekomst daar veel kritischer naar kijken. En buitengewoon terecht. En dat kunnen we maar beter voor zijn. Je kunt je niet alleen maar focussen op goede processen. Op de dingen excellent te willen doen. Om heel hard te willen zijn alleen maar. Maar het gaat om die verbindende factor. Het echt interesse tonen in mensen. Als we ons gaan onderscheiden, dan komen we in de dimensie van de service excellence. En dan hebben we het over hoffelijkheid, gastvrijheid. Hoe voelt een bewoner, hoe voelt de medewerker zich? Als we ons daarop kunnen profileren, dan behalen we de doelstelling dat we willen ons onderscheiden op kwaliteit. We willen graag liefdevolle zorg bieden aan alle bewoners en de medewerkers de kans bieden om zich nog meer te ontplooien. En dan komt de overheid met een rapport over hoe de verpleeghuiszorg zou moeten ontwikkelen. En we waren heel blij en ook wel heel trots dat heel veel waardes waaraan het rapport waardigheid en trots raakt, dat heel veel van die waarden ook in ons project ingebakken zit. We hebben de plus van surplus verder uitgewerkt, dat hebben we ingediend. En we kregen daar heel positieve reactie op vanuit VWS. Zelfs zodanig dat wij het mochten presenteren aan een tafel waar ook de staatssecretaris zelf aan zat. En het bijzondere eraan was dat hij ook echt geïnteresseerd was en vragen heeft gesteld. Bijvoorbeeld over onze oude wouwkaart. Dat was een heel fijn gesprek. De kern van waardigheid is dat je zelf regie hebt over je leven. Dat je zelf regie kunt blijven voeren over je leven. Ook als je mogelijkheden daartoe beperkt zijn. Dus als we kwaliteit van leven in verpleeghuizen willen verbeteren, dan gaat het om die relatie met die persoon. Dan gaat het om dat die persoon keuzemogelijkheid heeft. En dan moet je op die eerste twee punten verbeteringen vinden. Ja, goede zorg is voor mij zorg waar de klant en familie tevreden over is. De afstemming zoeken in de zorg met elkaar. Zodat je zeker die mantelzorgen heel erg betrokken houdt. Want je zal uiteindelijk samen de zorg voor de bewoner moeten oppakken. Ik zag laatst een zoon die gewend was om wekelijks een spelletje te doen met zijn moeder. En dat heeft hij uitgebreid, eigenlijk ook op eigen initiatief, door dat te doen met een groepje bewoners wekelijks. En dat soort kleine dingen vind ik heel mooi om te zien. Nou, wat wel echt bijzonder aan heel het concept is, dat we zijn gaan werken met de regisseurs, gaan met familiecontactpersonen. Maar vooral ook alle aandacht die er is voor de familie, voor familieparticipatie. En dat we niet alleen kijken wat de familie nog meer kan doen, maar vooral ook wat wij voor de familie kunnen doen. Ja, familie is belangrijk. Het is een vaste baken in het leven. En het zijn mensen waarop je altijd kan terugvallen. Ik heb 3 broers en een zus die helemaal verspreid wonen in het land. En die zie ik niet heel regelmatig, maar als ik ze zie, dan is het ook wel gelijk vertrouwd. Dus ja, het blijft dan een belangrijke persoon voor mij. Ik heb met geen één medewerker moeite, dus ik kan met iedereen nogal goed opschieten. Maar ik kan ook altijd nog bij de familie terecht, dus die komen regelmatig. De grootste toegevoegde waarde is echt het samen optrekken met de mantelzorger in de zorg rondom de bewoner. Ik ben 2 uur bij mijn vrouw en dat begint dan om 4 uur 's middags tot 1 uur of 6 's avonds. En dan hebben we ondertussen gegeten, dus heb ik mijn vrouw eten gegeven als dat nodig is. Gisteren heeft ze toevallig zelf gegeten. En dan help ik tussendoor ook een andere mevrouw. En dat doe ik al jaren, ja, dus dat gaat goed. In de vroegere situatie dan was het van ga u fijn naar huis, wij nemen de zorg van u over. In de huidige situatie, wat was u gewend om te doen, wat
wilt u hier in de nieuwe woonomgeving van uw vader of moeder blijven doen? En wat hebt u van ons nodig om dat ook tot stand te kunnen brengen? En op het moment dat ik laat zien dat ik jou belangrijk vind, voel jij je welkom. En als jij je welkom voelt, dan voel je je vertrouwd en veilig. En zul je je ook zo gaan gedragen. De klant die ziet daarvan terug, of die merkt dat de werkdruk op de afdeling niet te wisselend is. Het is nu allemaal heel goed geregeld. De nacht doen men ook altijd nog helpen voordat ze weggaan. En dan kunnen ze gerust iets langer wegblijven. Want 's morgens kunnen allemaal niet tegelijk geholpen worden. Dat was bij mij toen het minpunt. Als je in nood bent en je kunt dan niet geholpen worden. Maar dat is allemaal mooi opgelost, dus dat gaat nou zo. Dus je creëert eigenlijk met elkaar een omgeving waarin je elkaar waardeert, dat laat zien. De moed hebt om ook te accepteren als het misschien niet eens een keer helemaal goed is. En de middelen inzet vanuit operational excellence eigenlijk om dat te verbeteren. Voor mij was handig de inzet van de uren die wij nu wekelijks aangeleverd krijgen van de medewerkers. En de inzet die wij in mogen zetten naar aanleiding van het zorgzwaartepakket. Andere momenten, als de zorgzwaarte toeneemt en je blijft strak op dat budget, dan voelt de klant dat er te weinig aandacht wordt gegeven. En nu gaat dat mee met de zorgvraag die de klant heeft. Dus ik denk, en dat heeft de praktijk ook uitgewezen, dat we daar ook meer tevreden klanten hebben. Dat die ook meer de aandacht krijgen die ze moeten hebben. Daardoor kun je beter sturen op kosten. Kosten inzet van medewerkers, maar ook op de inzet waar mensen recht op hebben, volgens een zorgzwaartepakket. Goede zorg is voor mij belangrijk. Als je roept om hulp, dat ze dan eerder kunnen komen. Voor de ene is tevredenheid iedere dag dat bord met lekker eten. En voor de andere is het tevredenheid om meer dan één keer in de week naar de kapper te gaan. Of juist wat vaker in buiten kunnen zitten. Als ik een verandering gemerkt heb, dan is het omdat ze meer aandacht moesten besteden aan mijn vrouw. Die heeft ondertussen griep gehad en ademhalings- en slikproblemen heeft ze gehad. En nog een ontsteking. Dus op dat moment was er meer aandacht nodig van mijn vrouw en dat is ook gegeven, uitstekend. Vroeger startte je niet op met je team. Dus was iedereen al aan het werk. En nu ben je gewoon startje op en weet je hoe die dag eruit ziet. Voor de medewerkers die dag. Waar de verstoringen zijn, waar de druk ligt die dag. Het is zo waardevol. En de waarde zit vaak in die hele kleine dingen. We hebben hier een belevingstuin. En daar zitten dus een paar kippetjes in en een paar konijnen zitten erin. En als je in die afdeling daar bent, dan kun je vanuit de huiskamer kun je de tuin in. En dat is mooi natuurlijk. Ik heb een cliënt die is heel angstig. Door er gewoon te zijn en ernaast te zitten, kan ik haar geruststellen. Dat klinkt heel klein nu, maar dat is wel heel belangrijk. Want als ik om 3 uur kom en ik ga een kwartier naast haar zitten, dan heb ik daar de hele avond niet profijt van. Geef ik haar het vertrouwen en heeft ze het vertrouwen en is ze veel minder angstig. Gaat ze niet roepen, gaat ze niet rennen, lopen. Dus ik denk wel dat ik heel goed met die cliënt bezig ben en het kan laten zien. De waarde van Service Excellence is dat het heel veel handvaten biedt om heel bewust die liefdevolle zorg en die aandacht voor de kwaliteit van leven te kunnen bieden. Er was een medewerkster die vertelde dat ze elke ochtend even het overhemd van een bepaalde meneer op de verwarming legde, omdat hij dat zo verschrikkelijk fijn vond als hij het daarna aankreeg. Klein dingetje, voor die meneer buitengewoon belangrijk. De vraag van P5.com was, vertel je dit nou aan je collega's zodanig dat zij dat ook doen als zij die meneer helpen? Of moet hij wachten een paar dagen tot jij weer in die ochtenddienst zit? En andersom is het ook zo dat jij aan je collega's vraagt, zijn er nou dingen die jullie weten van bepaalde bewoners die voor hen dat kleine dingetje wat zo groot is voor die persoon, dat verschil kunnen maken? Dat vind ik gewoon heel leuk. Ik vind het een hele leuke uitdaging om je collega's ook op een hoger plan te krijgen door op een goede manier te communiceren over dingen die er niet goed gaan en dingen die we beter kunnen doen. Ja, de medewerkers hebben echt de sleutelrol als het gaat om de bewoners in eigen kracht te zetten en hun waardigheid te bieden. En de medewerkers willen we gewoon graag nog meer uitdagen en stimuleren om ook in hun eigen kracht gezet te worden. Als je jezelf lekker voelt, dan is het zoveel makkelijker om goede zorg te leveren.
Dat is de kern waar het om draait. Een van de uitspraken van een van de medewerkers was op een gegeven moment... Er wordt eindelijk naar mijn talent gekeken. En volgens mij wilde deze persoon niet eens zeggen per se talent, maar er wordt naar mij gekeken. En ik denk uiteindelijk dat dat het belangrijkste is. Dat we oog voor elkaar hebben als individu. En dat hebben we in dit traject toegevoegd. Door Service Excellence in te brengen. En dat is denk ik heel waardevol geweest. Service Excellence heeft er ook heel erg aan bijgedragen dat mensen dingen bespreekbaar konden maken die voorheen wel speelden. En vanaf dat moment, dat ik dat open gegooid heb, heb ik die waardering wel gekregen. En besefte men van, hey, het is geloof ik niet helemaal eerlijk wat wij aan het doen zijn. Door de 6 principes, Ouwenbouw, grijze en turquoise dagen, hebben we mensen een platform geboden op basis waarvan ze met elkaar in gesprek konden gaan. En het afdelingshoofd en de rayonmanager ook dingen kon aankaarten die voorheen best lastig waren om met elkaar te bespreken. Dus daar was ik eigenlijk best wel trots op dat ik eens een keertje nee kon zeggen. Dat heeft het project toch ook wel gebracht. Die kwaliteitsslag die moet gepaard gaan met ook een duurzame bedrijfsvoering. Als dat uit evenwicht is met elkaar, dan is het niet duurzaam en wordt het dus niks. En operational excellence helpt ons heel erg om op een goede manier die efficiëntie te ontwikkelen. Niet door maar nog een kaasschaaf eroverheen te trekken of nog iets minder te doen, maar meer om het zodanig efficiënt en goed te organiseren dat we juist die kwaliteitsslag ondersteunen. Service excellence en operational excellence, zoals ik net zei, die gaan samen. Operational excellence is de dingen zo goed doen dat je uitblinkt op je vakgebied. En bij service excellence gaat het om je kunnen verplaatsen in de mens. Het menselijk contact, het echt dienstbaar willen zijn, zodat jij dat gevoel geeft aan de klant dat jij daar echt voor hebt bent. Operational excellence zorgt ervoor dat je een aantal dingen op orde brengt binnen de organisatie die vertrouwen kweken bij de mensen waar je mee werkt, ook de mensen waar je voor werkt, waardoor je service excellence tot uiting kunt laten komen. Dus service excellence is voor mij dat ik cliënten blij kan maken. Dat maakt mij ook blij. Dat geeft mij voldoening. De Ouw en de Wouwkaarten die houden in dat je de Wouwkaart kan geven op een moment waarbij je een wouwgevoel hebt. En de Ouwkaart kun je geven op het moment dat je denkt van hé, dit had anders of beter gekund. Binnen mijn team heb ik een Ouwkaart gekregen en ik moet heel eerlijk zeggen, die kwam wel binnen. Het is niet fijn. En wat ik daarmee gedaan heb is eerst even aan de kant gelegd, daarna over nagedacht en daarna heb ik de vorige dag mijn team bij elkaar geroepen. Ik heb mijn excuses aangeboden voor mijn gedrag. En we hebben met elkaar afspraken gemaakt hoe we dat beter kunnen doen. En ik heb het gevoel, maar dat moet je ook aan mijn team vragen, dat ik daarna gewoon echt oprecht verbeterd ben. Mijn mouwmoment van vandaag was dat een cliënt naar mij toe kwam. Zijn wens gaat in vervulling in het kader van het project Wensen invullen voor de oudere dag. En hij kwam mij dat vertellen. En als hij iemand mee mocht nemen, zou hij mij meenemen als begeleider. P5Com is geen organisatie die gaat praten over strategie. Over missie, over visie, over beleid, over protocollen. P5Com gaat over wat gebeurt er dagelijks, elk moment op die werkvloer. Waar zij vertrokken zijn vanuit operationele excellentie. In mijn positie als bestuurder van de organisatie is er ongelooflijk veel ruis over allerlei zaken die met financiering te maken hebben. En met gebouwen te maken hebben en met ICT. En zij dwingen je om elke keer te kijken, ja maar wat doe jij nou? Om te zorgen dat dat primair proces die ruimte krijgt om dat verschil te maken. Ja, ik heb enorm genoten van het samenwerken met P5Com. Ik heb er zelf heel veel van geleerd. Ik heb heel veel plezier in mijn werk. Had ik al, maar dat is nu nog meer. En ik ben echt trots dat ik hier een aandeel heb mogen leveren. En het idee was dat wij die ronde zouden doen langs al die teams om over strategie te praten. En de praktijk is dat we praten over hun werk. En dat is een cadeautje wat wij onbedoeld van P5Com hebben gekregen. Als je signalen krijgt, bijvoorbeeld door de informatie die nu veel beter is, dat we daar ook direct actie op ondernemen. En voorheen had ik nog wel eens dat ik het even wat los liet en nu zit ik er veel meer bovenop. En je merkt gewoon ook dat je eigenlijk toch in bepaalde vormen toch wat meer tijd overhoudt voor je cliënten voor ook een normaal gesprek. Als ik verbetering in één woord samen zou vatten, zou ik bijna willen zeggen dat er een cultuurverandering tot stand is gekomen. Het project Zorgen zonder Zorgen heeft mij mijn passie weer teruggegeven in mijn werk, doordat ik dichter bij mijn team ben komen te staan. Dat geeft mij meer vreugde in mijn werk dan dat je
gecomplimenteerd wordt door een bepaald organisatiesucces in de zin van een managementvaardigheid. Want dat zijn trucjes. En dat andere, daar ga ik het echt om. Ja, ik ga met meer plezier naar mijn werk, omdat er voor mij veel meer uitdagingen gekomen is. Het belangrijkste is echt geweest enorme persoonlijke gedrevenheid die ik heb mogen leren kennen. Wat het voor mij ontzettend heeft gebracht is dat ik zelf heel erg in verbinding heb kunnen komen met de mensen waarmee ik werkte op de vloer. En nu nog steeds met ze in contact sta en ik eigenlijk moeite moet doen om niet zo nu dan even langs te rijden. En ik weet ook zeker dat ik dat nog wel ga doen. Wij van P5 komen, wij staan ons voor dat wij inspiring performance leveren. Dat is een mooie tag. Maar als ik naar het project kijk wat we bij Soplu gedraaid hebben, dan merk ik gewoon dat mijn team boven zichzelf is uitgestegen. En dat mijn team in staat is geweest om andere mensen dingen te laten doen die ze anders niet hadden gedurfd, gekunnen of hadden gedaan. Gedrag, dat is professionaliteit, betrokkenheid, ook plezier, wat mijn mensen hebben uitgestraald. Dat hebben ze overgebracht en dan zie je dus ook dat die inspiring performance ook inspirerend werkt voor de afdelingshoofden, voor de regisseurs en voor de familiecontactpersonen, want die hebben ook dingen gedaan die ze van tevoren niet hadden kunnen doen. Daar ben ik heel erg trots op. Je bent er gewoon als mens. Ja, en dat vind ik heel erg prettig en dat is precies de reden waarom ik dit doe. Als ik een cijfer moet geven, dan is het toch zeker een 8. Eerder meer als minder.